Bijgezet nu. Goed, Manuel Kneepkens is 75 jaar geworden, mond erop weg dus naar de zeer sterken, om het Bijbels te zeggen. Niet één, maar twee bundels verschijnen ter gelegenheid van zijn naamdag. Zuid-Limburg aan Zee, de verzamelde Limburgse gedichten, aangevuld met enige niet eerder gepubliceerde versen, en De Diepslaper, een verhalenbundel. De boeken worden gepubliceerd bij uitgeverij Lieversen. Collega-schrijvers Jana Beranova, Dirk Kroon, Chrétien Breukers, Rien Vroeg in de Wei en als het goed is ook Hans van Willigenburg zullen vanmiddag voordragen uit Zuid-Limburg aan Zee en uit eigen werk. Bas Kwakman, directeur van Poetry International, zal Manuel Kneepkens interviewen over... In de eetkamer van mijn grootouders aan de Akerstraat in Heerlen hing een schilderij... De Boompjeskade, circa 1900. Een ratelende paardenkar, de boot naar Herms, onder stoom, ochtendmist. Een mene tekel achteraf bezien. Ook huisvesten mijn ouders in de Terwinselen, Schaarsberg. Vooral de jaren 50 herinner ik me. Ritten verveling in grootvaders gang. Het jaar bestaan voor jou te vieren. Ik snap niet waarom, maar het was vrij massaal, merkte ik toen ik hier naartoe reisde. Daarmee gefeliciteerd. Ik zag Manuel voor het eerst een jaar of 30 geleden. Toen dacht ik al dat hij 75 was overigens, maar dat was... Hij was eigenlijk nog jonger dan ik nu ben, dus wat ik toen precies in mijn hoofd haalde, weet ik niet. We moesten met allemaal Limburgse dichters, die bestonden toen nog. Dat was een soort subspecies van de Nederlandstalige dichter. Moesten we voorlezen in een kasteel, als ik me dat niet verkeerd herinner, in Hoensbroek. Of daar uit te kennen. Er is één verschil trouwens. Manuel heeft één wijziging aangebracht voor deze versie. Ik ben benieuwd of iemand dat merkt. Quizvraag. ik bedenk nog wel een prijs voor als iemand het goed heeft. Het gedicht gaat als volgt. Tuin van Eetlust. Dat is deze versie dus, hè. Op koele zomeravonden als de familie smakkend tot zich nam. Groene haring, gevolgd door slieraspergjes in botersaus. Biefstuk, salade, pommes frites en toe aardbeien, slagroom, mokka en vanille. Dan deinden zij de tantes als pioenrozen, als zwaar grassige ballonnen op hun steel, op de golfslag van hun lacherigheid. In alle borsten koerde hoorbaar eros. Van een belangrijk dichter in Rotterdam. Hè. Mochten een gedicht kiezen uit zijn Limburgse gedichten. Toen heb ik toch gekozen voor de Bourgondische kant van het geheel. Maastrichter asperges. Op haar kostbaarste kristallen schaal droeg Bonmaire, grootmoeder Lambemont, ze zondags binnen, haast eerbiedig. Asperges Maastrichtoise, broos, watertandend, voedsel uit de keuken van de Serafim en de Cherubim, gewikkeld in hamrollen, omrankt met peterselie, en altijd met een gouden kroon van... En Nausicaa, hun dochter, zag vanaf het strand van Thessaloniki, buiten de boven zee, de dolfijnen. De vrolijke broers van de mensen. Hoorde de nachtegaal onder de bramstruiken, de merels in Holland en de dood van de bouwvakken en de barricaden, de discussies, het odium. Toen de droeve lange mars terug en vriendschap gekend, de dronkenmakende en vriendinnen. Dus je hebt een band. Ik wil graag met jou een gesprek over je poëzie, over Limburg, over de mijnen, over kunst, misschien wel over politiek. Ook over de acceptatie van een Limburger in de havenstad. En misschien al in het culturele en politieke hart van de stad zelfs, want beide heb je verdoefd. Het gaat over een bundel van een dichter met een bonte bagage aan mythologie, popcultuur, roddelzucht, katholicisme, ironie, culturele, sociale en politieke fascinatie en melancholie. Vanaf een door mijnbouw zwart getinte geboortegrond waaruit hij de wereld beziet. Je hebt Josephine Baker die schreef: J'ai deux pays, mon pays et la France. En zo is het ook met mij, Limburg en Rotterdam.
Daar kun je niet van op, hè? Ja. Maar je hebt besloten, om misschien wel een samenspraak met je uitgeverij, om je Limburgse gedichten bij elkaar te bundelen. Ik zie daar een andere Manuel uit. Wist je trouwens sowieso dat je zoveel gedichten over Limburg had geschreven? Nee, ik dacht dat ik er 50 geschreven had, maar er zijn er veel meer. En terwijl ik bezig was, ontstonden er ook nieuwe. Die heb ik ook weer erbij gedaan, maar op een gegeven moment ben ik wel gestopt. Dus eigenlijk het allermooiste gedicht staat er niet in. Helaas, de nu bekendste Limburger is Geert Wilders. En André Rieu. Ja, ja, André Rieu is niet geen probleem, zou ik zeggen. Het is maar hoe je ziet. Oké, maar Geert Wilders is een andere aanpak ten opzichte van de Hollander. Dat hij denkt, ik moet harder zijn dan die Hollanders. Weet je wat? Die kaaskoppen zal ik pakken. Allereerst maak ik mezelf een kaaskop. Hè. Ik verf mijn haar, zodat ik als een kaaskop uitzie. En dan ga ik veel hardere dingen zeggen, want dan denken zij dat ik de Hollander ben. Maar het is geen Hollander. Ja, in de eerste plaats is het ook een Indisch jongen, ook nog ellende. En dan een Limburger. En komt je eigenlijk uit de traditie van de buutreed. Het is een carnaval en die mensen stonden in een buut. En die riepen van alles. De wethouder is een horenloper. Alaaf, tjingboem. Maakt er niet uit, hè? Dat was Pierre Knoops, was dat? Ja, nee, iedereen was dat was altijd. De wethouder was altijd fout. Altijd horenloper. Maakt er niet uit. Het betekende niks. Het was een bedoeling dat je bier kon drinken, hè? En hier in de Kamer roept hij dat ook allemaal. Maar die pechtel, van die nette mensen roepen nooit. Alaaf, tjingboem. Dan zou het afgelopen zijn. Kijk, dat brengt het dus in, al in Nederland. Dat men ziet hoe men Wilders moet aanpakken. Dat is duidelijk. Dan naar Rotterdam toe. Ja, ik heb eens gekeken. Er zijn 3 Rotterdammers die uit Limburg komen die enigszins bekend zijn. En ik zet mezelf op de bronzen plaats. Mm-hmm. Dan moet ik jou op de zilveren zetten. Maar het merkwaardigste is Charles X van de Boymans. Hè. Dat is de zoon van een personeelschef van de Staatsmijn Wilhelmina. Veel jonger dan wij. Uit Terwijnselen, Oterbenen, het dorp waar ik vandaan kom. Want ik zeg altijd dat ik uit Heerlen kom. Maar dat is zo'n kerkdorp bij zo'n mijn. Anders weet je helemaal niet waar je vandaan komt. En je kunt dat zien als je in het Boymans binnenkomt. Dan moet je je jas optrekken aan een ketting. Net zoals mijnwerkers. Hè? Dat weet verder eigenlijk geen enkele Rotterdammer waarom dat nodig is. Niemand begrijpt dat. Er moet ook een suppoos bij om je te helpen. Want ze begrijpen. Maar dat deden bijvoorbeeld de mijnwerkers. Die pungelden omhoog. En dat is ook inderdaad, ik heb het nu opgegoogeld, staat inderdaad dat dit geïnspireerd is door Studio Wiki Zomer op de Limburgse mijnen. Ja. Kijk, je moet ook, we hebben nu de surrealisten tentoonstelling, hè? Dus wat die metafoor is, want nou, ik heb het zwarte landschap wel eens vergeleken met een toga van een jurist, hè? Je kunt als dichter van alles natuurlijk, maar dat is zeker een punt. Maar ik ben altijd, heb mezelf altijd wel een dichter gevoeld. Maar dat heeft meer te maken, denk ik, met dat ik op het gymnasium zat en dat ik dacht wat prachtig. En dat schijnt bij mij belangrijk te zijn, want we de godganse dag aan het vertalen, hè? Of Grieks, Latijn, van alles. Dus ik denk, dichters zijn belangrijk. Ja. Dat heb ik dus moeten bijst. Ze zijn wel belangrijk, maar niet zo belangrijk als we hadden gemoeten. Maar toen je ging studeren in Leiden, denk ik? Ik ben in Leiden gaan studeren, ja. Ben je daar meteen Limburgs gaan opzoeken? Nee, want dat beeld heeft men al. Je hoorde naar Nijmegen te gaan, hè? Ja. Ik dacht, ik moet ontsnappen daaraan. Het moet uit die peul. En toen had ik mijn ouders wijsgemaakt dat de juridische faculteit daar het beste was van het land. Hè. Je had het Meijers gehad en zo, dat had een grote naam. Dus ik moet echt recht in Leiden studeren. En ik had Roland Holst, las ik veel, daar was een geweldige bewondering voor. En die woonde aan zee. En ik dacht, dan doe ik dat raam open en dan komen die gedichten gewoon naar binnen. Hij is aanwezig om het boek te signeren. Hij gaat zo plaatsnemen achter de tafel. Er is voor iedereen een glas om te toosten op de 75e verjaardag en op de bundels van Manuel Kneepers. Hartelijk bedankt. In maart presenteren we de bundel van Bas Kwakman, Hotelkamerverhalen.